Vitesse deed waar het voor gekomen is. Een punt pakken. Een paar keer een goede ingreep van Soetemier zorgt ervoor dat het team van Tardelli 0 tegen 0 speelt in eigen huis. En de druk zal hier alleen maar toenemen. Maar Vitesse is bijzonder tevreden. Maar hoe hebben jullie die wedstrijd ervaren, Inter? Nou, Inter, allereerst, we gingen een dag eerder op dat, en we verzamelden op dat hele grote plein daar, ja. bij die grote kerk. Ja, en we zochten eigenlijk een leuk café om met z'n allen bij elkaar te komen. Maar we hebben heel lang moeten zoeken voordat we eindelijk wat gevonden waar we allemaal, voordat we wat gevonden hadden, zeg maar. We moesten heel lang de stad uit, zeg maar. Oh, dat is minder. Ja, ja. Je hebt alleen maar van die, waar je cappuccino kan drinken, van die... Ja. Van die dan moet je zin ja, natuurlijk, ja. Hè? Dat snap ik, ja. Dus, maar langs ook hadden we wat gevonden. Daar hebben we een gezellige dag van gemaakt, ja. Okay. En toen zijn we z'n allen naar de wedstrijd gegaan. Ja. Toen je naar Vitesse ging, was dat voor jou een belangrijk iets om naar Vitesse te gaan? Van, ik ga waarschijnlijk, ze gaan zich meer kans op kwalificatie. Zeker. Ja, Europees voetbal was toch iets aparts voor een voetballer. Daar kijken echt naar uit te zijn. Ja, de krent in de pap, zeg maar. En als je die wedstrijd op internationaal niveau mag spelen, betekent ook dat je de kans krijgt om je op internationaal niveau te laten zien. En ik weet nog wel dat ik voor die wedstrijd, ik was toch al 27 toen ik hier kwam, dat ik wel een bepaalde spanning voelde in mijn lichaam voor die wedstrijd. Anders dan de Nederlandse competitie, want die was jou al gewend. Dundee United, dat vond ik op zich de mooiste wedstrijd die ik ooit meegemaakt heb. Want niemand had verwacht dat we daar zouden winnen, want het jaar daarvoor hadden ze geloof ik met 4-0 van Barcelona gewonnen. En toen wonnen we daar met 0-4, dacht ik. Ja. En dat was bijzonder. Van Eier, wat zou je daarvan zeggen? En, dat is me altijd bijgebleven. Dat is de mooiste wedstrijd die ik ooit gezien heb. Toen was het Schots voetbal nog echt top, hè? Want Dundee United nu, we hebben in de voorbereiding nu tegen Dundee United gespeeld. Ja, dat is bijna Jupiler League niveau. Ja. Maar toen was het top. Dundee United toen ook nog niet zoveel jaren voor in het jaren 80. Finale van finale tegen Göteborg. Ja, klopt. Toen was het toch wel een beetje van, we moeten tegen Dundee United. Ja. En nog één keer de score herhalen. Dundee United 0, Vitesse 4. Een voortreffelijke prestatie. Gaan we terug naar Hilversum. Ja, 4-0 in Dundee. Wie had dat gedacht? Van deze wedstrijd van Braga. Ik weet niet of daar stemmen heel erg van bij. Dat gebeurde ook voor onze neus. Dat is voor Tess echt op een schandalige manier dat de wedstrijd werd geschopt. En heel toevallig deed het toen de televisiebeelden waren nog niet beschikbaar. Dus en al meteen in de eerste minuut een enorm incident, wat u dus waarschijnlijk heeft gemist. Een geweldige schop van de nummer 19 van de aanvoerder van Braga richting Fortes. Het eerste balcontact van Fortes, de linksbuiten van Vitesse. Het had absoluut rood moeten zijn. Ik als supporter heb er altijd iets achter gezocht. Ik stond er ook heel dichtbij, want ik stond linksback in die wedstrijd. Ja. En ik zag het gebeuren. En, toen, wij wisten eigenlijk dat we die wedstrijd gingen verliezen op het moment dat Carlos dus die doodschop kreeg. Want dat was het. En wij kregen vrij trap tegen. Ja. Wij kregen gewoon een vrij trap tegen. En toen dacht ik wel van, hier gaan wij nooit winnen. Het klopte niet. Moet ik wel erbij zeggen dat we daar wel trouwens in de stad en door de mensen super goed ontvangen zijn. En, want voor jullie hebben we nog steeds contact. Ja, nog steeds contact met Braga supporters. We gaan zelfs naar het Oktoberfest met een paar Braga supporters. Dus, ja. Geweldig. Sommigen die zeggen, hoe moet je nou met die jongens, met die schoppen. Ja, is dat prachtig? Ja, dat vind ik ook. Ja. Dit is bij Inter. Oh, dit is bij Inter inderdaad, ja. Ja, die lege tribunes die vallen dan toch op, hè? Ja. Dat is jammer was dat, hè? Dat is dat dak inderdaad waar je dan tegenaan kijkt. Dit is in Braga. Ja. Ja. Een stuk jongen. Maar... Leuk man. Ja. En dit was de Dode Zee. Ja. Ja. Schitterend. Dit heb ik zelf nog drijven. Als ik inderdaad om Europees voetbal denk, dan kan het niet anders dan dat deze club heel erg bij mij naar boven komt. Dit is Derby City, dat was onze eerste. Ik was toen 15, 16 en geen geld om mee te gaan, maar later, ik ben tientallen keer geweest, ik ga over 2 weken zelfs weer. Ik ken die mensen nog steeds, dat heeft letterlijk mijn leven veranderd. Ik ben zelfs verhuisd naar hier voor. Ik heb 2 jaar daar gewoond. Nee, niet. Ja, toen heb ik hun ook uit het thuis een beetje gevolgd. En ik kom er nog steeds, graag. En ik ken die mensen dus van... Ja, Rob is zelf dan wel bij die wedstrijden geweest. Ik ben dan eigenlijk heel vaak bij Derby City geweest, maar helaas nooit tegen Vitesse. Oké. Nou, ik hoop ook dat er supporters uit andere landen naar Nederland zijn verhuisd voor Vitesse. Ja, dat weet ik niet, maar... Nou, leuk dat we die in ieder geval mogen overhandigen aan jullie. Waar zijn jullie erbij geweest overigens? Ja, natuurlijk. Ja? Ah, dat is super. Ja. Jouw land toch, hè? Het is jouw land.
En ondanks de nederlaag moet ik... Dan is deze voor jou. No. Dankjewel. Ja, natuurlijk. Alsjeblieft. En deze geef ik ook aan jou. Die zijn goed besteed. Ik hoor wat munten erin zitten. Oké. Dan is deze voor jou. Dankjewel. Bedankt in ieder geval. En succes verder. En ik hoop dat we volgend seizoen weer Europa in kunnen. Ja. Ja. En dat jullie dan weer mooie verhalen kunnen vertellen. Dankjewel. Ja. In de toekomst. Hartstikke bedankt. Jij ook bedankt. Dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan.